Zandvoort. Jij moet ook naar school. Hoe laat moet jij er zijn? Om 9:30. Jij moet om 9:30 al? Ik moet pas om 1:00. Ah, nee. Ik ben om 9:30. Oh, nee. Oh, precies. Los elkaar af. Nou, hoe dan ook. Allebei nattigheid in de nek, want het regent. Ja, voor mij is ook overdekt. Mag leien. Ik ben hier van de strandwandeling maken. Strandwandeling, nee, dankjewel. Nee, sorry. Iemand is bijna jaren. We zijn aan het aftellen hoor. De laatste 9 dagen. Oeh, Frankie. Oeh, wat gaan we doen met je feestje? Hij heeft 2 feestjes. We hebben een opa-noma feestje. En een kinderfeestje op de zondag. En maandag daarna uitdelen op school. Jij helpt met de tractaties. Heb je al ja gezegd. Dus. Het is 1 lange feestweek. Ja, no. Oh, dat was breed. Ik ga een stuk Frankie voelen, want Brianna. Gewoon zo'n handbal, doei. Afgesloten het spel. Jij laat ook. Je gaat ouder mee meenemen. Oh, breng je eigen speelgoed mee, schat. Breng deze mee. Nee, die. Frankie, voor een cadeautje. Ik dacht je zo much kind. Dank je. Dag, de groeten, hè. Bye, doei. Toppie. Toppie. Bye. Hij zei het erbij, maar hij geeft echt zo'n toppie. Ja, het gaat heel snel, je moet opletten. Hij zegt dit. Niet eens. En klaar. Ja, het is gewoon nagelriem. Cutie partij, patootie. Jongens, ik was laat thuis. En op deze donderdagochtend ben ik gewoon al wakker. En ik denk, Nien, het is 8:00, ga er maar uit. Want donderdag is altijd de dag dat Brietje die jongens doet. En dan zou je uit kunnen slapen. Maar I'm wide awake. Ik ga werken, eten. Liggen, want pas om 1:00 hoef ik naar het strand, oftewel modder event. Ik moet zeggen, ik zie wel wat blauwe lucht ertussendoor komen. Dus misschien is het meeste al gevallen. Nou, deze knoepert moet gewoon overwaaien dan. Maar het waait ook minder dan vanochtend toen Frankie de deur uitging voor school. Dus ik denk dat het wel zacht weer is. En ik vind dit kleurtje gewoon heel passend bij mijn humeurtje. Ik wil die gewoon eigenlijk aandoen. Het is wel met blote benings. Maar ja, niet getreurd. Daarvoor heb ik gisteravond bruiningscreme gesmeerd. Ja, lekker karamel. Deze dag tegemoet. En daar ben ik hier totaal niet van. Maar op velen het verzoek. Back in business. Het verzoek om... Ik kan je laten zien hoe ik mijn haar krul. Nou, ik zou zeggen, pay attention. Nee, wordt waarschijnlijk. De laatste enige, wordt nooit meer. Misschien omdat ik het vergeet, weke hersenen. Ik ben niet die stylingmeid die dat precies gaat doen. Ik bedoel, dit is de reden waarom. Dus ik ben niet handig. Dus misschien is mijn manier wel, heb jij straks geen oorlel meer, omdat ik een gekke tactiek over wil brengen naar jullie. Nou, het is heet genoeg, ik voel het helemaal door mijn vingers heen. Wat ik doe, jongens, ik was mijn... Hoor je die zes? Ik was mijn haar natuurlijk, ik feun het droog. En dan doe ik dit erin, voordat ik het droog feun, Miracle Cream. Het is echt Miracle. Het is heel fijn, het is tegen verhitting ook. En aangezien er zoveel vocht in de lucht zit... De regen en zo. Heb je straks niet dat het heel erg gaat pluizen voor de mensen met pluizig haar? Hoi, ik, heel veel. Dat zie je nu al. Ga je denken, het valt wel mee. Ja, maar dit is... Wacht. Het valt wel mee. Dit is droog gefeund. Dit is mijn haar droog gefeund. Sommige mensen hebben haar wat opdroogt en dan is het gewoon... Dan valt het zo plukje voor plukje zo naar beneden. Bij mij is het gewoon stro. Dus. Het is geen battle wie het droogst haar heeft, maar ik sta sowieso in de top 3. Met deze haarstructuur. Dan separaat ik het haar in 2. En dan ga ik zeg maar hieronder. Ik heb kort haren, jongens. Dus het is lekker makkelijk. Je kan wat dikkere plukken pakken. Maar dan doe ik... Hop. Zie je? Kijk, daarom. Hop. Ik doe altijd de krul naar buiten. Vind ik mooier dan naar binnen. Dus hij gaat van mijn gezicht af, de krul. En dan doe ik het onderste plukje, doe ik niet helemaal zo Heidi pijpenkrul mee. Die blijft dan een beetje zo bottig, omdat je hem recht houdt aan de onderkant. Dat geeft, vind ik, juist
Het zweertje waar je net zo wel. Als je alles, als je de eerste baan zo gedaan hebt van de onderkant van je haar, zou ik het lekker zeg maar zo met sea salt spray. Deze is van mijn kapster. She makes awesome things. The color of my hair, dat als een product. I like. Dit verstevigt het een beetje. Dan wordt het een klein beetje, hoe zeg je het, stugger van. Dat vind ik juist leuk. Het moet niet zo helemaal... het mag wel een beetje edgy. Nu lijk ik sowieso wel op iemand die een kudde geiten met zo'n stok naar een en de andere plek brengt. Maar dat is niet waar we voor gaan uiteindelijk. Belangrijk onderdeeltje jongens is dat wanneer je bij de plukken komt die bij je gezicht hangen, vind ik dat je die A niet te lang erin moet laten zitten en B, die moeten niet vanaf heel erg de je haarwortel, want dan staat hij een beetje gek op je hoofd. Dus ik denk dat dit dan al zo genoeg is. De rest kan je wat langer doen, maar hij moet ook een beetje uitzakken. Weet je, nou, kijk, nu is het nog dit heel erg. Nu ben ik wel een pas gekapte labradoodle. Dat willen we dus niet. Maar, ik spreek je erin. Ah, word gebeld. Diana Hoogland. Ja. Ik ga met je mee naar de New Big Thing. Oh, leuk. Oké, leuk meid. Je moet even laten weten hoe laat en hoezo. Ik stuur je het. Volgens mij is het om 17:30 Rozenstraat. Hier Amsterdam gewoon. Lekker pik. Dus dan ben ik, kom ik je gewoon halen. Maar dan gaan we samen op je plan weten, want ik moet eigenlijk Frankie en zo. Maar dan doet Leslie eerder thuis komen. Ja, dat zei hij. Dat zei hij. Oké, nou, ik laat je wel weten hoe laat ik precies dan vertrek, maar ik haal je gewoon op. Ah, lekker koffietje. Nou. Jij komt te laat, jij bent. Oké, doei! Ze heeft gelijk. Oh my god. Dan kan je het er nu gewoon in laten zitten en je make-up op doen. En dan gaan we straks verder met de look. Ja. No time to waste, Nienke. Nou, als je aangekleed bent en de make-up erop zit, dan kan je het zo een beetje uit elkaar gaan trekken. Een beetje met je handen erheen gaan. En erachter komen dat de schijn die je gekozen hebt, of dat nou midden is of zij, dat die nooit is wat je wil. Valt altijd anders weer. En dat vind ik wel met krullen. Het moet een beetje natuurlijk vallen. Soms zit dan een krul die je deze kant naar de buitenkant hebt gedaan, naar de andere kant. En dan ben je niet helemaal satisfactionate. Dat is dan geen woord, maar je begrijpt het wel. En dan moet het maar gewoon een beetje vallen. Dat je denkt, nou, dit is oké. Nou, en dan ga je zo de wereld in. Ja, ik ben altijd zo leuk, zo'n oortjes. Oh my god, we hebben escaper. Dat vind ik dan wel grappig. Misschien met deze kraag. Ik word wel een beetje een, hoe zeg je het? Kokette meid. Gek laarsje ronde misschien. Want nou ben ik, kan ik zo mijn vliegtuigmaatschappij wel een beetje. Oh, ik heb geen tijd voor dit. Smakelijk. Bedankt. Ik heb het heel mooi aangekleed voor het event wat volgende week is. Hebben wij dat de verkeerde gedaan? Met wij denk ik jij, maar dat kan gebeuren met de mens. Ook jij maakt fouten. Oh, wat was er gelukkig nog niet. Thank the Lord. Ja, nee. Ja, echt. Ja, ja. 15e. Maar hey, ik weet in ieder geval wat ik aandoe die dag. Dus nee, thank the Lord hey, dat ik daar nog niet was. Wauw, hè? Het is wel goed dat we nieuwe collega's hebben, want je was een beetje te veel werk. Ja, dat weet ik, maar het is oké, okay, het is menselijk. Wat zeg je? Nou, nooit. Zoals gebeurd, maar nooit met een event waar je heen moest. Dat is lullig. Ja. Nee, nooit.
Nee, dus ik ben helemaal aangekleed voor de lunch. Ik schrijf aan. En dan... Papa! Ga maar met mama praten. Ga maar even praten. Hallo, Novi! Ja, gaat het goed? Wel, hè? Leuke dag gehad? Ja! Wat ga je nu doen, Novi, Jax? Wat ga je nu doen? Oké! Maar ga je... Of heb je hem al warm gegeven, of wat? Heb je hem al... Is hij heeft al nu van jou warm gehad? Nee, nog niet, maar ik dacht die altijd op de crash, toch? Ja, maar wij... dat telt niet, want nee, wij geven... Geef maar. Drink maar voor mij. Ja. Drink voor. Doe mij maar een spa. Oh, dat gaat iets gebeuren. Speech. Oh, speech. Wacht. Wat hier staan, ben ik enorm trots op, omdat het ook een vertaling is van de afgelopen 10 jaar. Dus Ali, dank daarvoor. Je welkom. Ik wil van alles zeggen, maar ik ben geen hele goede speech, zoals jullie wel zien. Cheers! Nog 10 jaar. Ik proost wel voor jou. Ja, proost maar voor mij, hè. Ik neem een dubbel shot voor jou. We hebben Brenna gebracht naar een plek. Ik ken het niet. Het is heel lekker. Ik heb een... Die pizza is ook... Oh, oh, welk licht? Dit licht. Woehoe! Goed spul. Maar waarom eet jij maar 3 happen van je pasta? Je wijn is op, hè? Je kan je glasje kan hem neerzetten. Hij is leeg, al een tijdje. Al 3 slokjes terug. Nee, eet maar. Is goed voor je. Hè? God, waarschijnlijk straks weer een slaap in de auto naast me. Ja, dan til je er wel uit. Het is alweer een... tijdje geleden dat ik een update heb gegeven over het huis. Dus dat kunnen we wel even doen. Ja, ik ga ook weer Res en Nienke gaan verkassen opnemen. En dat zal echt gebeuren wanneer we de verschillende ruimtes gaan aanpakken. De leuke ruimte daarachter. Waar een logeerplek komt, maar ook mijn creative plek. Wanneer we hier de woonkamer gaan aanpakken. Met de meubels, de keuken. Dat gaan we echt allemaal per ruimte aanpakken. Dat komt in die video's. Maar ik kan natuurlijk even een kleine heads-up geven waar we nu staan met de bende. Het is kaal. Het is voornamelijk heel erg kaal. Dit wordt er binnenkort uitgehaald. De vergunningen. Hier alvast de openingen gemaakt. Zodat als die buitenwanden eruit worden gesloopt. Het allemaal gewoon blijft staan zoals het moet. Buiten is er ook een gat gemaakt waar de jacuzzi komt. Deze jetser komt in dit gat. Dit leek mij de beste plek aan je, zeg maar je terras. Dat je hier dan nog iets hebt. En dat je dit overhoudt aan tuin. Dat je het minst in de loop zit, want de rest staat erover. Misschien daar. Ik zeg, ja, maar dan kom je hier en dan pff, moet je helemaal zo en dan huh, en dan nee. Ik zeg, doe maar daar. In de hoek, in de grond, lekker plat. Kan je er makkelijk overheen kijken en dan haal je de rest nog over om te genieten. En hij zag mijn idee en hij wist meteen. Ik moet jou gewoon volgen, jij hebt hier oog voor. Want dan kom ik ook met mijn... Want hij zegt, ja, dan zit je lekker een beetje beschut. Ik zeg, dat snap ik bij een schutting. Ik zeg, maar je kan ook gewoon bamboe rondom lekker laten groeien. Dan heb je ook helemaal safari. Niemand die... als je per se wil skinny dippen, dan kan dat. De kast is weg hier in de voorkamer. Dit is een klein beetje een opslag. Ook voor het glas en lood, wat hier weg is gehaald, wat we willen sparen. Je moet je goed vasthouden hier, want het is een en al open en zo. En dat kan gebeuren, wil je niet. We hebben opeens 3 slaapkamers hier. Het waren ooit 3 slaapkamers, maar de vorige bewoners hadden dit als 1 grote kamer. Maar er is nu een wandje neergezet. Een wandje, zodat de derde kleine frummel hier
een eigen plek heeft. En iedere keer als mijn stiefmama dit ziet. Oh, ik vind het zo leuk. Ik zeg, ja, maar ik rouw ze er wel af. Weet je, je bent zo... Je zit zo vast aan deze muur, kan je niks tegenaan zetten, hoog, laag, de bende. Dus ik vind het inderdaad wel iets cools hebben. En of je die blauw nou mooi vindt en passend bij een babykamer. Ik heb zoiets van, dit kan in het klein ook leuk op een postertje. De kinderen leggen wel uit waar pap en mama vandaan komen. Oorspronkelijk lijk. Ja, dus een derde slaapkamer is gesitueerd. Dan gaan wij naar de badkamer. Er is ook een nieuw wandje neergezet, want... Dit wandje tussen badkamer en kamer van Frankie Dien. Zat een deur eerst. Heel apart, weet je ook niet waarom. Dat komt tot hier. Helemaal open geript. We zouden het hier binnenkomen, de ruimte. Met daar de douche en dan hier zo het bad. Maar dit bleek in praktijk helemaal niet handig, omdat we willen hier een deur. Dat je zeg maar ook nog een deur hebt. Als je naar beneden gaat, het geluid niet meteen, weet je, in de gang galmt. Voor kindjes die slapen als je tv kijkt. Dus hier een deur en hier een deur. Dat zou natuurlijk wel in elkaar komen. Dus dit wordt dicht en hier komt dan de deur. Dit is een betere plek. Dat je de deur hier hebt. En dat hier dan de inloopdouche komt. Hier doe je dan twee wasbakken. Het toiletje blijft op dezelfde plek. En dan doe je hier het bad. Dat is het plan. Dus de tekening heeft Nikki al gemaakt. Ziet er super leuk uit. Ze heeft het ook echt een beetje met een knipoog. Of een knipoog. Ze heeft het echt naar gekeken van... Hoe zorgen we dat deze ruimte nog dat gevoel krijgt van een ruime badkamer? Want ja, je knalt er gewoon wel wat in. Je hebt drie kindjes, dus het is gewoon lekker. Zeg, Frankie, ga je even douchen? Dan doe je twee kleintjes zo poedelen, poedelen, zo, weet je. Als van die baby eentjes in het bad. Frankie's kamer is hier ook opengebroken, want de trap wordt verbreed. Dus dit stukje komt erbij aan trap. Vroeger werden er hele smalle trappen gemaakt, ook heel stijl. Mensen waren vroeger ook kleiner, tegenwoordig groeien allemaal... Tegen de deurposten aan worden allemaal lang en breed en zo. Dus daar een kleine aanpassing. De plafonnetjes zijn eruit op alle plekken, want er zat stro. Er zat stro in, want dat gebruikte men vroeger voor isolatie. Stro in je wanden en je muur en oh my god, Vicky. De angst die je al helemaal in je onderbuik voelt. Dan de zolder is... Helemaal finaal gestript. Alle wandjes weg. Schoorsteen wat hier zat is ook weg. Je ziet volgens mij het plastic. Wat naar buiten. Gewoon plastic. Ja, anders zijpelt het allemaal in de regen zo naar binnen. Alles open. Alles open, open, open. Net is er iemand langs geweest om nog even de kozijnen goed in te meten. Die een stukje breder worden. Ronde raam. My dream. Wat daar komt. En hoe precies alles... aansluit en zo, want dan heb je zo leuk een glazen, helemaal van glas en naar beneden en openslaand. Waar in hemelsnaam hang je dan je raamdecoratie op? Er moet helemaal voor nagedacht worden. Dus dan moet hier wat bredere balk. Is die balk dan, hè? Waar rust die dan op? Allemaal dat je denkt, ik ben blij dat jullie verstand van hebben. Ik wil alleen maar weten, kan ik gordijnen ophangen? Want leuk, weet je? Styling wise. Iedereen die ooit heeft verbouwd zijn huis, groot of klein, die weet... Het is een heel karwei. Er komen heel veel dingen bij kijken. Veel mailverkeer. Aanpassingen toch nog. Dit kan niet, want reden X. Materiaal. Ho, wacht. Dat willen jullie zo, maar kan niet, want jullie huis. Nou, echt. Aannemer. Dan heb je dus moet je iemand die de tegels doet. Iemand die de elektra doet. Iemand die de dakbekleding doet. Iemand die... Allemaal mensen. En dan moet je allemaal... Je moet allemaal leuk tegen ze doen. Ja, je kan niet schreeuwen tegen ze. Terwijl je wilt het wel. Want veel. En zo. Dus niet van mij weggelegd. Totaal niet. Echt dat ik ooit manager was van een winkel. Het is een godswonder. Ik mensen aansturen. Nee hoor. Ik heb drie kinderen straks. En... Nou ja, Resli. Vier, dus dat is genoeg aansturerij voor mij. Op deze vrijdagnamiddag rijden wij richting Renesse, als ik het goed uitspreek, in Zeeland. En tijdens de file waar ik op stuit, meerdere malen al, ik zou eerst 4 uur aankomen, het staat al op 4:30, ben ik erachter gekomen dat er veel te weinig toiletten, of in ieder geval tankstations, zijn gesitueerd. Oh jongens, ik zit gewoon en ik heb het idee dat het uit mijn lichaam gedrukt wordt, de urine. Oh, oh, oh. Ik heb die band ook om. Levensgevaarlijk nu. Echt, oh.
ik ben nou in staat om uit te stappen en hier gewoon te hurken. Echt kan schelen. Het is dat allebei de kanten langzaam verkeer is. Want als het snel gaat, ik val ineens op met het groen tussen het gras. Gewoon hurken en kletteren maar. Oh jongens, verblijft die toilet. Zal het zijn een keenwetering, tochtsloot? Ondertussen ben ik mijn materiaal aan het oefenen. Wel een goeie. Ik heb nog een uur. Maar ik kan me niet focussen op de materie. Ik zweer het jongen, de context. Ik denk alleen maar bij iedere zin dat ik iets wil vertellen. Dan denk ik, plas, gele vloeistof. Oh jongens. Tena Lady, had ik maar iets aan waar ik in kon lekken. Anti-slipmatje heb je eronder gelegd. Ja, maar dat is nog steeds heel glad. Ja, het is nog steeds glad, hè? Ja. Gevaarlijk. Maar ik... Oh god. Oh god, Patricus. Doe eens lopen eroverheen, alsof je gewoon zo langs loopt. Nee, het valt wel mee, toch? Als je het weet. Ja, als je het weet, dan valt mee. Ja, want we moeten niet op een slipper gaan, hè? Maar je moet natuurlijk dat je wat sneller doet. Dat moet je niet. Nee, oké, ik moet dus... Lekker. Kijk, dat gozertje hier. Die is niet goed, hoor. Spelen in het buurthuis, jongens. Kijk hoe gezellig. 140 stoeltjes, zeiden ze. 135. Maar mooi. Lekker positief, 140. Ja, we kunnen altijd naar boven afronden. De 5 moet je afronden naar boven, kant geleerd. Ja. Heel anders. Jullie hebben ook een andere plek dan normaal, maar wel gezellig. Nee, we spelen gewoon een keertje. Grootheden hebben hier gestaan, hè? Dus hallo. Zeker. Ik ga mijn poster ook aanleveren. Ik ben Michelle David. Ik weet niet of jullie die kennen. Nou, nu wel. Larry Graham. Graham waarschijnlijk. Graham. God, god, god. Jeetje, gaat het? Je hebt niks, hè? Nou. Die man kwam hier, gaf hier een show die 3 uur lang staan spelen. Die man was al best op leeftijd. Dus de volgende dag was het heel toevallig bij Ivonier was hij. En die man had gewoon op, hoe heet dat, festival samen vroeger. Waar ze allemaal deden blowen en happy op Never Die. Ja. Netflix, hè? Je moet weten. Is het niet Woodstock? Pinkpop? Weet ik veel, Woodstock. Ja, Woodstock. Weet ik veel, hij is in ieder geval, hij was echt gewoon een legend. Huge artiest, weet je wel, met Prince en met alle grootheden eruit. Nou, hier op dezelfde vloer gestaan. Nou ja, op zich, jij bent ook wel een grootheid. Ja, dus, ja zeker. Nee, nee. Het enige verschil is dat jij niet op Woodstock hebt gestaan. Maar dat is... In het publiek dan wel, maar niet op het podium. Oh, hilarisch. Ik hoor ze spelen, waar zijn ze? Een of andere fanfare bent, het is hier feestweek. In Renesse. Het had een andere naam, maar het is een soort feestweekend. En daarom waren er ook heel veel Duitsers en Belgen, zag ik al rijden toen ik hier aankwam. De dame van het theater had gezegd, vanavond spelen we om 19:15, dus iedereen zip het, anders is het gek. Ja, nee, zeker. Ik hoor ze echt gewoon, nou met zo'n soort apparaat zijn ze de keer aan het gaan. Mooi, mooi, mooi. Nou, super gezellig. Heb ik dit gedaan? Mocht ik de weg naar de deur niet terugvinden, had ik dit uitgestippeld voor mezelf, naar de stoel. Kijk, weet je, je vergeet veel. Maar dit stukje moet me denk ik wel lukken. Oh, wat een groot bed! Oh, het gaat helemaal niet op je buik, liefie. Oh, vergeten. Dit vind ik wel overdreven ook. Net bij de balie. Zegt de jongeman die me incheckt. Goedenavond, welke naam? Dus ik geef mijn naam. Bent u alleen? Ik zeg, nou, officieel plus 1. Maar die zit nog in me. Zegt hij, ja, dan moet ik wel 2 personen op de kamer boeken. Ik kijk hem aan en ik zeg, ik ben zwanger. Oh! Helemaal nachtdienst, niet oplettend. Open je ogen, vriend. Ik slaap in een hotel. En het is niet eens omdat het super dichtbij elkaar ligt. Want ik ben gereden naar Schiedam. En morgen speel ik in Arnhem. Dus ja, je kan van Zeeland weer helemaal bijna 2 uur terug naar Amsterdam. Het is lang. Ik kan ook met de chauffeur. Maar ik heb nu gezien hoe dit gaat die zaterdagochtenden. In dat huis met al die mensen. Elvira moet naar het werk. Brianna. Nee, die is degene, daar heb je geen last van. Nee, die is vaak stappen, dus die ligt nog op één oor. Ik lig er graag naast. Novi wordt wakker. Frankie, die moet naar voetbal. Doe wel zo zacht, maar het is niet zacht genoeg. Want het zijn heel veel mondjes met stemgeluiden. En dan ben ik gewoon wakker, dus ik keek naar die. Ik zeg, onze nieuwe collega, ik zeg, hey, boek jij een kamer? En toen dacht ik... Gun jezelf een overnachting. Slaap lekker ergens anders. En dan heb ik het hurkslot gedaan.
Yep. Goeie nachtrust. Slaap ik een beetje uit, ben ik frisser dan als ik thuis zou slapen. En ik weet dat het een luxe is. Oh, leuke lampjes, hè? Zo. Is dit stof? Oké. Okay. Snap ik. Trek het ook aan. I'm not judging. You mooi skin. You mooi eye. Ik vind het een leuk liedje van Damaru. Ik heb een tuintje in mijn hart. Maar alleen voor jou. Miro. Maar niet zo leuk. Om 1:15. Ik wil net mijn serietje gaan kijken. Mijn snacks achter mijn kiezen douwen. Is dit het moment? Ja, man. I'm getting old. Ik ga de receptie bellen. Deze kant is het. Jullie horen het waarschijnlijk niet zo hard, maar dit is hard genoeg. Ja, ik ben een oude vrouw aan het worden. Ja, het ritme kan ik gewoon volgen. Mijn hart, maar alleen voor jou, Miros. Het is ook nog een leuk liedje ook. Ze maken het helemaal irritant, ze hebben een goede smaak. Maar ja, ik moet ze toch echt gaan... Ja, sorry, ik moet echt die snitta-lijn gewoon opengooien, hoor. Ik ga gewoon bellen. Echt zo bejaard dat ik dit ga doen. Maar ik slaap hier juist om rust te krijgen. Zo. Goedenavond. Je spreekt met Nienke. Ik lig op kamer 408. Ik denk dat iemand hier naast mij of op dezelfde vloer, ik denk naast mij, wel gezellig heeft met een muziekje. Wat zegt u? Je die geluidsoverlast? Ja, dat is het woord, geluidsoverlast. Ja, ik voel me... Oké. Wat kamernummer heeft u? Oh, 408. 408, oh ja. Komt van links, rechts? Het komt voor mij... Als ik voor de deur sta, aan de rechterkant komen. Dus als ik naar binnen wil, komt het voor mij aan de rechterkant. Dus ik zit volgens mij net naast de lift en dan is het volgens mij één deurtje verder nog. Ik denk, als je in de gang staat, dan hoor je het wel. Ja, je komt goed. Ai, oké. Okay. Het is wel goede muziek, daar niet van, maar ik wil slapen. Niet, toch? Maar je moet slapen, hè? Ja, ik moet slapen. Ja, ik kom goed. We gaan het fixen. Oké, okay, dankjewel, man. Later. Ik ben een fossiel. Oh, wat erg. Het is vrijdagavond en ik heb mensen nog erbij gelapt. Zijn we misschien? Ja, oh. In ieder geval, laten we tot die tijd maar heel veel... Oh, ja, toch, als ik maar 10 minuten mijn serie kijk en daarna is het stil. Weet je, ik denk ook gewoon... Dit is gewoon een soort van hippig, jong publiek komt hier in dit hotel. Ik vond het wel heel druk op het parkeerplaats. Ik denk, zo, jawel, gaande. Maar... Deze grijze dakduif. Stil moet het zijn. Even wat ik kijk. Het heet Instant Dream Home. Ik ben op aflevering 3. Iemand schrijft een ander in. En die moet dan een hele dag van huis. Die weet niet waarom hij 12 uur van zijn huis weg moet. En dan gaan ze dat hele huis renoveren. En oh. En er is altijd natuurlijk stress. En het is bijna net niet af. En er is altijd een complex ding wat dan misschien niet lukt. Gaat allemaal goed op het einde. Ik vind het zo leuk. Weet je wat je vroeger had met Extreme Home Makeover? Move that bus! Alleen deze mensen hebben niet allemaal, zitten niet aan de grond. En een ongeneeslijke ziekte en terminale hamsters. Dit is iets minder heftig. Je moet niet huilen per se bij deze. Soms is het ook wel een beetje dat je al mooie emotie. Maar dit is niet dat... Dat vond ik bij Extreme Home Makeover altijd. Ik denk nou. Dat we heel slecht met je gaan. Moet het programma op de stoep bij je komen. Het is bijna zo van, ja klopt, ik heb echt een groot leven. Nee, ik verdien dit. Maar misschien wil ik gewoon liever een iets vrolijker leven. En dat ik dan zelf, misschien in staat ben om huis te verven. Maar je moet zo down the drain gaan. Wil je dat krijgen? Nou, valt er ook wat voor te zeggen, maar ga dit... Oh my god, we staan aan de deur hier. Ik hoor... Oei. Oh, ik hoor hem zeggen, ja, een vrouw hiernaast jullie, die wil echt slapen. Mijn god, ik kan morgen, ik zou me schudden als ik morgen hier
de deur uit ga. Ik moet echt met de zonnebril van. Ik was het niet. Dat is eentje verderop. Ik ben hip. Yo. Nou. Ik hoorde ook zeggen, ja, ik ga het nu zacht doen. Nou ja, mocht je een hotel beginnen, isolatie in de wand is heel belangrijk voor geluid. Want je wil niet dat er van die 65-plussers, zoals ik, gaan bellen naar de... Ik ga mijn ding kijken, ook zachtjes hoor. Ik wil niet degene zijn die dan weer overlast brengt voor de ander. Zaterdagochtend. Ik zou wel, als ik hoog in een appartement of flat zou wonen, iets anders willen zien dan snelweg. Natuurlijk niet voor het uitkiezen. Sommige mensen zeggen, als we een echt maar uitzicht hebben, ja, maar als je op een bepaalde hoogte zit, dan kijk je dus maar gewoon tegen concrete aan. Ik heb een wondje op mijn tong. Een bultje, het directeur. Nou, de rest is altijd, die bijt ik stukken. Nou, durf ik dus niet. Yes, Bobby Nation deze ochtend. Die zal fixen. Het ontbijt zit er net in. Ik denk, ik doe even een plasje nog voordat ik wegga. Maar jongens, wat een leuk toilet hebben ze hier. Moet je kijken, helemaal zo lekker. Zo als een groepje je handen wassen, weet je. Love the mirror. Je ziet jezelf. Totally, helemaal. Sowieso heel fijn. Ik vind het heel netjes en mooi hier. Is dit net gedaan of is dit gewoon lekker voorloper op de trend en al die duffe hotels met dat donker kersenrode hout. Maar gewoon lekker roze. Het is wel heel erg zo van meisjestoilet roze. Ik denk bij de jongens, zo spieken, zou het blauw zijn? Ik lof roze, hè. Maar je hebt van die mensen, ja, moet het per se roze, lekker hokjes proppen. Ja, nee, het is geen hokje. Het is een rondje met je bek. Gewoon even heel kort spieken. Ja, nou. Gewoon lekker generaliseren, zo zeg je dat toch? Toch? Ik lees in de comments wel of ik het goed heb gezegd. En ik wil jou en je hebt exact hetzelfde. Ik kijk naar mijn, ik denk, je hebt gelijk. Het is de 10e, we zijn 2 jaar getrouwd. Ja, ik stond er helemaal niet bij stil. Ja. Oh, Frankie, erg hè dat we die weten. Hoe dan? Ja, hoe dan? Misschien komt het omdat we ook niet getrouwd zijn. Echt met een feest en een jurk en een papa en een pak en bloemen en zo. Ja. Dat is het ook een beetje. Dat is het echt. Want ja, eigenlijk... We zijn getrouwd, maar het voelt toch niet alsof we getrouwd zijn? Nee. Ja. Nee, oh. Nou ja, we gaan het een keer doen. En dan misschien moeten we het er ook maar gewoon op de 10e doen van september. Gewoon puur dat die datum dan wel gaat leven. Maar goed, ik heb jou wel gefeliciteerd. Jij niet, dus je bent er niet mee bezig, niet? Schat, gefeliciteerd met je 2-jarig huwelijk met je vrouw. Geweldig. Maar eventjes naar de orde van de dag. Allemaal leuk. Frankie, hoe ging je wedstrijd? Ik heb hoeveel goals? Vannacht 2 goals en assists, veel te weinig. Dat is een beetje veel ze hebben gewonnen. Hoeveel hebben ze gewonnen? 21-0. Ah! Ja. Sorry. 21-0. Ja, dat is echt 2 goals te weinig. Nou, maar wacht even. Ho. Misschien... Hij had ook een penalty gekregen, omdat ze echt naar de overtreding op had gemaakt. Het is een penalty gemist. Maar hij speelde wel goed, hoor. Oké. Okay. Maar we gaan een level omhoog. Waarom? Omdat dit is te makkelijk voor jullie. Dat is ook omdat zo. Nu zitten we letterlijk iets van 40 doelpunten. Omdat de vorige wedstrijd hadden we ook iets van 20. Daarom, nee, zeker. Maar hebben we wel. Je moet omhoog. Dat is waar, een leveltje. Volgende wedstrijd is mama erbij waarschijnlijk. Ja, en maar heeft papa ook gezegd wat er goed ging? Eerst en dan wat er beter kon? Ik heb tegen hem gezegd, vooral... Nee. Ik hoef niet te weten wat er beter kan, maar is dat
de volgorde hoe we het besproken hebben. Eerst zeggen wat er goed ging en daarna wat er beter kon. Oh, ik heb al gezegd dat ik heel trots op hem ben dat ik goed heb gespeeld. Ja, dat heb ik al tegen gezegd meteen. Goed zo. Ook goed gespeeld. Ik heb al gezegd dat als het zo'n wedstrijd, makkelijke wedstrijd is, dan moet je juist jezelf uitdagen. Dat heb ik al gezegd. Ja, hij is wel. Hij was wel gewoon aan het bikkelen, maar als Frenkie echt een goede tegenstander heeft, dan gaat hij ook echt voor zijn acties proberen te scoren. En nu was het gewoon wauw. Ze konden nee, gewoon met hun ogen dicht, twee vingers in de neus. Ja. Nee, snap ik. Dan, ja. Is het, dan moet je ja. Ogen dicht en vingers in de neus. Ja, zo gaat het dan. Dus dan is het maar lekker als je dan ietsjes moeilijker hebt, want dan ga je ook met iets meer strijden als een soldaat op het veld. Dat is wel zo wat papa zegt. Maar hey. Toch weer puntjes erbij, Frank. 2 goals en een assist. Ik vind het lekker. Mm-hmm. Volgende wedstrijd ben ik er zeker bij. Ja. Trouwens, niet om wat, maar wist jij dat wij 2 jaar getrouwd waren dan? Want je zegt, hoe kan je het niet weten? Wist jij het dan? Ik wist het eigenlijk niet, omdat... Ja, ik moet het nog niet weten. Jullie moeten het weten. Ik ben ouder. Klok. Goed antwoord. Oké, nou... Trouwens, mama. Ja, schatje. De nieuwe film Pinocchio is uitgekomen, hè? De echte van de echte mensen. Oeh, daar moeten we heen. Oh, vind ik echt dat we daarheen moeten, Frenkie. Mm-hmm. Oké, dan gaan we wel even inplannen dan. Vind ik heel leuk om met je naar de bios te gaan. Misschien wil je vader ook wel mee, kan hij even bijslapen. Maar dan gaan wij... maar dan gaan wij sowieso naartoe, Frank. Afgesproken. Typisch. Okidoki. Nou, fijne dag, jongens. Ik spreek jullie later. Ik ben over 3 kwartier in Arnhem. Hey, doei mama! Happy anniversary! You also! Bye! Love you! Het is toch niet normaal dat je dit krijgt? Dat is wel heel veel. Maar ook precies wat ik lekker vind. Deze koekjes, deze vind de rest lekker. Dropjes die gewoon echt, gewoon echt recherchewerk, hè? Gewoon goed kijken en dit en van nou. Nou, thuis maar uitpakken dan. Of onderweg al beginnen te eten. Hallo. Hey. Hij is helemaal geïnteresseerd in Imani die daar staat. Waar gaan we heen, Frank? Die kant? Door de gewassen. Als je hier iets wil plukken, is het dan van jou? Mag je dat gewoon eten of werkt het niet zo? Die niet hebben, hè? Die moet je niet plukken. Heb je al andere gezien? Deze? Ziet die er goed uit? En deze dan? Die ziet er toch ook gewoon goed uit? De kwaliteit is gewoon lekker hoor. Neem mee. Meer nip. Ja. Alright. Dat is nature. Strak. Eeuw. Wat is ik er ga nou? Niet zo naar boven. Frankie, wat is er nou met je eeuw? Dit is niks. Dit is jouw Frankie. Dit is. Ja. Dit is goed. Er zitten geen beesten, geen gaten. Gewoon één. Haal het er vanaf. Frankie, alsjeblieft zeg. Misschien als ze te lang liggen, ze gaan rotten. Maar verder is het gewoon nee, dit is niks gewend. Niks gewend. Jij kent alleen opgepoetste in een kratje bij de Albert Heijn. Ja, kijk, dit wil ik weg. Albert Heijn ja, bij de Appie. Yep, we mogen hier plukken. Let's go. Let's go, Daddy. Oh, Frankie. Ik heb niks gedaan. Nee, ik zou niet dat jij het was, maar kijk, iemand is barbaar en die wilde proeven. Oh. Je mag hier plukken en afrekenen. Mag niet. Nou, het is een beetje net zoals bij de Jamin. Het ligt er letterlijk voor het oprapen. Snuffelen. Snuffelen, even laten snuffelen, ja. Net als met een hond. Ja, dat moet je op gevoel doen. Hoe noem je het? Perfecto. Perfecto noem je het, alright. Is het ook eten? Lekker schappie. Die kan wel eten, die hoeft niet te betalen. Ja, dit is van het huis. Is het lekker, jongens? Vind ik wel. Ja. Je twijfelt, man? Niet. Nee? Je moet het toch niet echt gewoon lekker jongens? En we willen hier ook zien wat voor kleur ei hebben. Oh. Ja, klopt. Aan de lellen. Aan de lellen, toch? Ja, aan de lellen. Wat? Ja, je kan zien donkere lellen, bruine eieren, witte lellen, witte eieren, toch? Basilie eieren. Ja, wat is deze aan het doen? Ik dacht dat jullie met kijk, daar oké. Ze zijn aan het... Nee, dat is echt... Ze denken dat ze mollen zijn. Ze gaan de grond in. Wat is dit? Een hangbuikzwijntje. Ja. Ja, oh. Die anders. Nou. Dit is wel anders, maar die daar komt naar binnen. Ja, precies. Nee, we nemen de wiel te zo. Novi, kijk en huiver. Oma, bent u het? Nee. Ja, jongens, ik zie weer een vlaggetje. Geel vlaggetje, peren. Mag ik de buit zien? Wat?
Lekker, hè? Lekker, hè? Dit noem je serenang eten. In Hollands gemixt. Jongens en mensen, jongens en heren. Ik heb eindelijk deze knuffel. Echt tegen mijn principes in. Maar ja, ik kreeg van je hele lieve tante dus. Ja. Doen. Dit is wel een dingetje dat je broertje ook zeg maar wakker hier op de achtergrond erbij is. Nee, maar kijk, hier is mijn bed en wie denkt nou dat je die ook echt zo moet zien dat je het bed hier gaat. Ja, maar je vader is even in het kantoortje aan het werken, hij is even veel mails aan het verwerken. Dat klopt, dat is een goeie om te doen. Maar je hebt er bijna geen last van, toch? Nee, echt wel. Die is zo vaak echt niet slapen. Heel veel geluid. Het is 9 uur, nou 4 minuten. Economie is zo stil. Je broer begint te slapen. En jij blijft aan het luisteren, ja. Is niet normaal wat je doet. Nee, we lachen niet. Nee. Echt een heel bijzonder kind, hè, over Jax. Res, aangezien je zoveel nieuws leest, wat zijn je gedachten over die valse wolfspin? Ik heb er nog helemaal niks over gelezen. Je wil, ga mij dan niet zeggen dat jij niet een plaatje voorbij hebt zien komen. Ik kan me niet zeggen dat jij dat niet gezien hebt, Res. Nee, serieus niet. Maar weet je wat erover? Oh. Door het klimaatverandering en dat het wat warmer wordt in dit deel van Europa, komt er een spin die voornamelijk in warmere delen van Europa leeft, naar Nederland toe. Hij is hier al veel gesignaleerd. Die motherfucker is kapot groot. Echt? Ja. En wat doet hij? Hij is niet agressief. Hij zal alleen bijten als hij... Want hij bijt wel als hij zich bedreigd voelt. En hij is niet heftig. Begreep ik ook. Maar hij is kapot. In jouw wereld is het de grootste nachtmerrie. Oké, maar waarom hebben we het niet erover geslapen? Omdat ik het zo gek vind dat jij er nog helemaal niet over gehad hebt. Iemand die zo op het nieuws altijd zit. Is hij groot? Hij is best wel groot. Het voelt alsof hij alleen hier in de kamer is. Nee. Stop maar. Maar eventjes, jongen. Kijk, mijn man heeft ook hier, dit zie je niet, de deur open van het balkon. Ja, ik weet niet of je dat wel slim is om te doen. Hij heeft zijn ogen dicht, maar geloof me, er gaat van alles nu op zijn hoofd. Voor iedereen die een keer eentje heeft gezien live, bonk even in de comments. Is het echt zo'n nachtmerrie als iedereen doet geloven? Ik zie filmpjes erbij komen. Oh. Ik ben dus de held in dit huis wat betreft spinnen, maar ik heb al gezegd, het is ieder voor zichzelf op dat moment hoor. Ik meen het wel. Ik meen het.